Dit stukje dijk is dus volgens mij het begin van de dijk die helemaal langs de Merwede tot aan Werkendam en verder Sleewijk liep. Oftewel de noordelijke dijk van de Grote Waard, die dus in 1421 is vergaan. Ik heb er geen bewijs voor, maar ik vind het heel aannemelijk, want dit stukje dijk is bewaard gebleven omdat het binnen de stadsmuren van Dordt lag en dus ook niet onder water is verdwenen. Terwijl alles wat er verder ligt is dus wel vergaan, omdat het buiten de stad lag. Je ziet het ook aan die verhoging daar, een stukje verderop. Dat is de reden waarom ik dit een interessant punt vind. Je ziet dat daar waar die fietser gaat, de straatklinkers ophouden en dat het asfalt wordt. En je ziet dat de fietser omhoog gaat. Zo hoog zou eigenlijk de hele voorstraat moeten worden. Van hier vandaan tot aan de Grote Kerk en zelfs de Prinsenstraat. Want Dordrecht mag er zich op beroemen dat het de laagste zeedijk van Nederland heeft. Wat vindt u ervan tot nu toe, meneer? Nou, ik vind het gewoon een super interessante tour. Je hoort hier dingen die je zelf niet zo snel bedacht zou hebben. Dus om daar op gewezen te worden door mensen die het allemaal wel weten, ja, maakt het gewoon zeer interessant. We fietsen aan, ja. Oh, we gaan verkeerd. Oké, we draaien gewoon om. Toen stond het water zo hoog. Als je nou bedenkt dat het volgens de waterstaatstabellen nu iets van 20 centimeter plus NAP staat, stond het toen dus 3,80 meter hoger dan... Wanneer was het? 1953. Oh, jullie komen ook uit Dordrecht, hè? Ja, klopt. Binnenstad. Alle twee. En wist u alles al wat er hier verteld is? Nee, ik wist nog niet alles wat hier verteld is. Dus dat is leuk. Dus weer een nieuwe eye-opener. Ja. En u bent verrast, mevrouw, want bij de aankomst in de fietsenstalling zeg je van, wat kom ik hier doen eigenlijk? Ja, dat klopt. Hoe zit dat? Ja, mijn vriendin heeft mij een verrassingsuitje gegeven. Dus zonder te weten waar ik dan naartoe zou lopen, ging ik gewoon heel braaf mee. En is deze rondleiding het resultaat van het cadeau. Hartstikke leuk. Ja, was u jarig of was er iets anders te vieren? Nee, wij houden heel erg van de leuke spontane dingetjes. En dit is er zo eentje, als vriendinnen doe je dat. En het valt mee? Of zeg je, volgende keer iets anders uitzoeken? Nee, dit heeft ze heel goed ingeschat. Ja, want we weten alle twee best wel veel van Dordrecht. En we houden ook alle twee van het water. We varen veel. En Hotke vond het daarom extra leuk om de hoogwaterwandeling te maken. Ja, dat doe je dan samen. Ja, natuurlijk. Dan weet elke Dordtenaar natuurlijk wel dat het hoogwater kan worden en van die vloedschot en zo. Maar ja. Hebben jullie nog wat nieuws gehoord of iets leuks? Nou, vooral dat de huizen aan de voorstraat ook gebruikt werden als dijk. Dus dat aan de achterkant erin kan stromen, maar dat dan de voorkant dan niet eruit mocht. Ja, dat was een zeer opvallende. Maar ook dat je gewoon dagelijks over plekken wandelt. En dat die verhoging dus wel degelijk een waterkeringsfunctie heeft. Nooit geweten. Altijd van, nou, dat is gewoon zwaar fietsen er tegenop. Maar dat het een functie heeft, daar ben ik me nu bewuster van. Dat is heel leuk. En op een gegeven moment dachten we van, nou, het probleem is opgelost. Want toen hebben ze in de Nieuwe Waterweg de laatste vrije toegang van de Noordzee tot het rivierengebied afgesloten met de Maaslandkering. Als het nu weer hoogwater is, dan gaan die twee armen dicht en zit de Nieuwe Waterweg eventjes op slot. Kan er ook geen schip naar de haven van Rotterdam, maar goed, dat moet dan maar eventjes. Jullie wonen nog niet zo lang in Dordrecht, hoe bevalt het tot nu toe? Doordat we hier zijn gaan wonen willen we natuurlijk ook meer van de geschiedenis weten. En uit het verhaal is ook al gebleken dat water een hele grote en belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Dordrecht. En deze excursie die helpt ons erbij om dingen duidelijk te krijgen. Ja. Nou, we gaan door naar de volgende verrassing zou ik zeggen. Ja, want hij is aan het praten, dus ik wil hem graag volgen. Maar wat blijkt, die Maaslandkering schijnt ook niet technisch volmaakt te zijn. Wordt dus alweer nagedacht over een nieuwe constructie. Maar ook dat betekent dus geen absolute veiligheid voor Dordrecht. In feite zitten we nog net zoals 100 jaar geleden met het probleem. Wat doen we aan de laagste zeedijk van Nederland?